Yo, beste allemaal. Het gaat nu over het volgende, over die BMW wat ik had gezegd, de BMW 318D, diesel 2 liter, bouwjaar 2009, de luchtmassameter. Er zit hier, volgens hier, deze luchtmassameter. Ik weet niet of er een probleem is dat hij verkeerde gegevens doorgeeft naar mijn gashuisklep. Dat weet ik niet, maar ik heb die besteld bij AliExpress en die gaan we nu vervangen. Dus dat is de luchtfilter hier, dat is hier de gashuisklep. Dan zien we op een Bosch. Dus, maar nu gaan we een zetten van AliExpress. En ik weet niet of dat beter gaat, dat zullen we daarna zien. Want we gaan ook nog andere zaken vervangen. Tot we de fout eigenlijk ontdekken waarom dat gele motorlampje brandt. Maar ik heb de indruk dat dat is van de gashuisklep. Ik weet niet zeker, want die is pas gereinigd geweest en alles. Dus die is eigenlijk zo goed als nu. En die werkt perfect, want die is uitgemeten geweest. Die werkt perfect. Maar als die motorlampje, oranje motorlampje, dat heel oranje motorlampje, storing aan mijn dashboard brandt, dan heb ik in één keer zo een echte chique Proma Paulini uitlaat, een chique geluid, racing geluid. Maar ik heb maar de helft van de kracht van de motor. Maar als die dan uitgaat na een tijdje, als ik een paar kilometer rij, gaat die lampje uit. En dan is de geluid wel weg, maar ik heb dan wel volle full power. Veel wind, hè. Dus gaan we die luchtmassameter eens vervangen. We zullen daarmee beginnen en dan zullen we zien. Oké? Dus dat is een motor, 2 liter BMW. Oké, tot zo. Dus, er is veel wind vandaag. Ik kan er ook niet veel aan doen. We beginnen die los te trekken. Als volgt gaat je deze schroef hier los. Laat je gewoon deze schroef los. De klem goed los is. Los is los als je zit te spelen, dan zit je goed bezig. Voilà. Dan trekken we deze klem. Deze stekker los. Voilà, dan zetten we even weg. Wat kun je nog doen? Je kunt deze filterkap losmaken. Heb je nog een klem, zit je deze klem aan. Sorry voor de wind, dames en heren. En dan heb je zo. En dan maak je die hier dan gewoon zo los. Steek er iets onder. Ja, goed, ik heb nu maar één hand vrij. Ik ga die even gewoon even hier en dan maak je die gewoon los. Goed. Oké, ik heb maar één hand vrij. Zit je? En dan zit je gewoon hier zo, dan kun je gewoon los trekken. Zit je? Trek je die naar achter en dan heb je de kap vast. Ik ga die even met één hand doen. Voilà, losgemaakt, gewoon even losgetrokken, ziet je. Dan heb je die vast, ziet je. En die heb je dan met twee schroeven. Die draag je dan daar ook los. Dus, we laten die zo. Geen probleem, dat is een mooie kick op hopper dan met een mooie filter is. Zet je die hier ergens op en draai je die schroeven. Dus die twee schroeven draait je los. En dan trek je die gewoon uit, oké. Even weer een hand vrij maken. Dus, je hebt de schroeven losgedraaid, ziet je. De schroeven zijn losgedraaid. Wat doe je dan? Dan draai je eigenlijk gewoon even rond. Zo. Dan draai je het daarmee gewoon rond. En dan trek je die daar eigenlijk gewoon uit. Ik ga even de camera op plaatsen. Zo. Ik ben altijd maar alleen, dus we hebben die hier, dus je trekt die gewoon rustig uit. Ziet je, dat is alles uittrekken. Dan hebben we de volgende, we hebben AliExpress, de camera, zie je, de camera. We hebben nu een nieuwe filter, dat is de Bosch, dus de Bosch, ik ga even de camera pakken. Dus we hebben hier de Bosch lamp, de Bosch. Luchtmassameter en hier hebben we dan AliExpress, dat komt van echt van AliExpress. Dat binnen in een blauwe rode, moet ik wel eens even wegzetten. Hier zit deze in. Ik moet altijd alleen vullen, maar mijn zoon is te lui. Hier hebben we eentje. Dat is dan ook een, dus er zit rode stoppen op, dat is gewoon voor dat er niks in komt. Dus dat is AliExpress, merk onbekend. Zo ziet het eruit. Deze is die van Bosch, die ik er net uitgehaald heb. Als je ziet, daar staat Bosch op. Dus dat is dan AliExpress. Dan zit je dan zo.
Alle twee eigenlijk. Bosch. AliExpress. Bosch. AliExpress. Dat moet je echt zeggen, hè. Het was toen bijna in de ticket zelf, alleen Bosch, kijk hier, een klein verschil tegenover daar, zie je. Die rooster is iets anders dan deze rooster. Voor de rest, ik weet niet, dan ziet het er allemaal hetzelfde uit. Zo, bijna ziet het er hetzelfde uit. Stekkertjes 4. 5. 4. 4. 4, ja, dat klopt. Hetzelfde kliksysteem. Hetzelfde kliksysteem, dus dat klopt. Even dik. Dus ongeveer hetzelfde profiel. Ook hetzelfde. Airflow staat ook de pijl op. Airflow. En dan moet je lachen. Maar er staat juist hetzelfde als je kijkt deze. Als hier. Dus dezelfde lettertjes. Misschien is dat gewoon een Bosch. En betalen wij gewoon de volle pot op die Bosch. Die Bosch, ik leg, ik geloof €200. 260, misschien 200. Dat verschilt ergens. Ik geloof €35. Een heel verschil, hè, mensen. Oké, die gaan we nu monteren. Die gaan we dan plaatsen. Dan zetten we dan terug daarop. Maar we zijn natuurlijk het vergeten. Die gaat dan hier in deze kap. Dus ik ga even de camera plaatsen. De camera is bijna plat, maar dat zullen we wel zien. Zo. Voilà. Hopelijk ziet je alles. Dus dat doen we gewoon. Dan pak je gewoon deze terug. Je ziet hier zijn de schroeven. Dus dat klopt. Net hier terug in. Dus we draaien deze gewoon, duwen we die gewoon terug. Het is het, voilà, die zit. Doe je vinger niet pijn, die zit erin, zit je. Dan draaien we een kwart tot we die schroefdraad daar terug op zijn plaats hebben. Voilà. Dan zit die schroefdraadjes terug op hun plaats, zie je. Kijk. Zo, je draait er gewoon mee tot je die terug op zijn plaats hebt. En draai je gewoon de schroeven terug in en dan zit die. Schakelaar zit perfect. De deksel komt zo. Schakelaar zit perfect. Dus ik ga nu de schroeven draaien en dan ga ik ze laten zien. Oké, tot zo. Oké, dames en heren, nu hebben we die elkaar gestoken met een en dan gaan we die monteren. Dus we hebben die gezet. Heel blind, hè, joh. Ja. Dus we gaan gewoon hier terug inzetten. Dan zetten we die rubberen buis. Zorg daarover. Ik heb een man hier, die gaan we misschien helpen. Ik val een hond vast, maar die gaan we eigenlijk mijn camera vast. Ja, dat is wel makkelijk. Dus heel even mijn camera vast, dan kan ik het voordoen. Doe het er even aan mijn zaken. Ja, zo. Dat is niet weg. Gewoon mee filmen zo de foto. Voilà. Zo, dan ga ik er even opzetten. Dus niet meer dan even erover duwen. Je kunt ook zeep gebruiken en dan is het gemakkelijk, maar dat gaat wel. Wanneer niet dan wel. Voilà, hij zit er al op. Voilà. Dan draaien we de boel terug vast. Dat is nu een luchtmassameter AliExpress. Dat geef wel wat mee. Hè? Ah. Voilà. Dus dan monteren we die gewoon terug hier, schoon in de haakjes. Voor mensen die dat niet weten. Goed aanduwen, klemmen vastzetten. Vergeet de schakelaar niet terug te zetten of de stekker. Voilà. AliExpress zit erop. Voilà. En dan zullen we direct eens testen in de auto. We gaan we straks testen. En voilà, we zitten in de auto en nu gaan we starten om te kijken als het iets uithaalt. Maar natuurlijk, die fout die zit erin. Die zou ik dan eerst moeten wissen, maar ja, soms wist hij zich vanzelf. We hebben nu niks staan. We gaan even gewoon dat opzetten. Dus dat doe ik altijd even en dan start ik. Misschien dat is dat lampje wat altijd al aangaat. Lampen, allemaal ledlichten, de fouten blijven komen, dat zijn de prullampjes. Voorlopig zie ik niks meer. Dat is raar. Maar daar is het. Maar ja, zoals ik zeg, ik moet die terug wisselen vorige keer. En toen was hij 2 dagen weggebleven. Maar dat zou hier nog getest moeten worden, maar we blijven testen. Maar ik heb gehoord,
Ik geef geen fout aan van luchtmassameter. Maar het geluid is wel normaal nu. Dat hoor ik wel, hè. Dus mijn lampje brandt. Die brandt. Maar het geluid is normaal. Dus dat betekent als ik die fout ga weglezen, dat de lamp ook uit gaat zijn. Weet je wat ik ga doen? Ik ga dat lampje nu onmiddellijk uitlezen. Tot z'n. Mensen, we hebben de fout weer staan aangezet. Weet je, we zien hier. Lees de foutcode. Bij de elektronica diesel. En wat zien we natuurlijk? Uitlaat tegendruk, sensor, stuurapparaat, roetdeeltjesysteem, uitlaatgasrecirculatie. En dan hebben we nog luchtsysteem, luchtnaar, massa, EGR, geloofwaardig, laadluchtturbomonitor. Nieuwe auto kopen, denk ik. Wat doen we nu? We gaan terug. En wat doen we? We zien, we kijken daar. Oké. We gaan fout wissen. Dat wordt gewist. Laat de contactsleutel altijd insteken. Hier. Insteken laten, dat is altijd handig. We gaan nu nog eens lezen foutcode doen. Normaal is alles weg en er zijn geen fouten meer. Dus dat was digitale motor. Ik kon ik in de diesel, dat is ongeveer hetzelfde. Kijk eens die een foutmelding vindt. Lezen foutcode. Nee, alle foutcode is weg. Mijn lampje is verdwenen, zoals je ziet. Dus we gaan nu nog eens starten. Komt die lampje terug? Ja, dat zijn contactjes. Niet geen bol normaal. Ik had al direct gehoord aan het geluid. Dat de onorde was. Maar normaal als het lampje aan is, heb ik een proma geluid, zoals ik u zei. Een proma geluid, die had ik nu niet. Dus dit is echt waar. Heel luchtmassameter. Omdat die geeft gegevens door naar de gashuisklep. Die regelt dan de luchttoevoer voor uw brandstofsysteem. Maar als die de verfoute gegevens doorstuurt, krijg je te veel brandstof. Wat dan te veel is, wat dan verbrandt, wat roet geeft. En zo simpel, een luchtmassameter van, ik heb 35 euro volgens mij betaald, het was 54, was een actie. Lampjes weg, zoals je ziet. 5 minuten werk als je dat doet zonder camera. Het is opgelost. Ik heb het direct gehoord een geluid. Foutenmeldingen zijn weg, je ziet. Geen lampje meer aan. Geluid is normaal. De volgende stap gaan we een sensorje vervangen die er goed meet. Die gaan we dan ook vervangen. AliExpress, iets van 12 euro betaald. Origineel 100 euro, denk ik. Die gaan we de volgende vervangen dan. Voor de volgende keer. Oké, mensen, peace. Geef er al op. En fijne vakantie nog. Tot de volgende en veel BMW genoten. Dag. En vergeet niet te abonneren en te liken. Fijn dat je kijkt naar mijn YouTube-kanaal. Doe veel herstellingen. Doe het zelf. En nieuwigheden testen die uit de winkel komen of de shop. Fijn dat je kijkt naar mijn kanaal. Dank u wel.